hele goede morgen, jongens. Vandaag is leg day. Ik ga vandaag ons benen trainen. Ik ga nu met Raoul ga ik hem nu ontmoeten. Ik denk hier verderop of letterlijk naast de gym. Even kijken wat vandaag gaat zijn. Ik heb er zin in. We pakken normaliter pakken we een dag boven lichaam en een dag onder lichaam. Maar vandaag is het onder lichaam. Man, het is fucking koud. Oeh. Fietsen is gezond, jongens, hè? Je moet sowieso gaan fietsen. Hij zegt net op app dat hij hier in de buurt is. Hij is afgesloten, moet ze een stukje wachten. Dadelijk botsen we tegen elkaar aan, joh. Daar is hij, hoor. Daar is hij, man. Ik heb hem gewacht. Zeg je? Nee, man, ik ben hier al lang. Ik maar zeg dag tegen iedereen. Ja, goedemorgen. Beetje ziek, maar we gaan het toch doen. Ja, man, hey, mijn neus en mijn keel is fucked up, man. Ik ga wat van maken. Ja, schiet eens even op, joh. Raoul doet het altijd rustig aan, toch? Ik zie dat je je riem bij hebt, jongen. Je hebt je riem meegenomen. Als ze binnen zijn, gaan we binnen. Even door wanneer ik binnen ben, jongens. Wat doen we vandaag? Moet ik zo warming op? 66. Deadliften. 140 kilo. Even meer opwarmen, jongens. Pak er nu één keer explosief. Maar natuurlijk is om er sowieso niet te lang bij na te denken. Ik heb het verleden wel dat ik ervoor gestaan. Nu moet je er gewoon naartoe lopen, je pakt hem, je lift hem. Ja, op de één keer, zo naar je toe rollen. Omhoog. Kleine focus. Vaak de beste manier. Voor mij dat. Gaan we. Yes! Kijk eens. Ging makkelijk, of niet? Yes. Maar even voor de mensen die met die houding. Heel veel mensen kunnen dit niet hoor, die houding. Ja, die houding is goud waard. En, ik moet hem ook nog heel goed onder de knie krijgen. Ik heb hem ook niet helemaal. Maar het is de bedoeling om echt. Ja, toch die. Die probeer wel houding aan te houden. En even met je benen schiet al op. En pas op het laatste moment. Gewoon explosief of niet? Ja. Maar ik moet nog leren om echt. En dan moet je nog goed omhoog schieten en dat laatste stukje eigenlijk op je rug omhoog. Ik ga af en toe nog iets te voet met mijn rug omhoog. Dat is fout. Dus dat ook nog ja. Juist houden. Ja. Bij mij is dat juist gebeurd, daarom heb ik een blessure, man, op dit moment. Daarom is het ook belangrijk. Riem. Ja, riem is belangrijk, hè? Houd je rug recht. Oké, gauw weer. Makkie, man. Goed zo. Goed zo, goed zo, goed zo. Ja, man. Ja.
Nou, pak je focus, gozer. Lekker jongen. Lekker jongen. Weet je wat het nadeel is van deze klootzak? Wanneer je tilt, draait hij. En dan ga jij die kant op. Omhoog, omhoog, omhoog. Juist. Ja, deadliften. Onthoud één ding jongens, met deadliften. Als jullie een dag leg day hebben of wat dan ook, ik zou gelijk beginnen met deadliften, want het zuigt energie als ik weet niet wat. Dat is ook gek hoor. Omhoog. Easy. Ja, dit is gek hoor. Heerlijk jongen. Goed zo. Wat is het verschil tussen deze twee? Hoe voelt het? Uiteindelijk is die wel altijd zwaarder, hè? Ja, omdat je ook... sowieso pak je van voor. Ik pak hem dan zo. Kijk, nu pak je hem hier. Ja, dus dat is eigenlijk wat makkelijker, hè? Ja, die focus ligt hier toch meer op je benen. Je kan eigenlijk dus alleen maar omhoog schieten met je benen en de rest gaat mee. Maar bij deze moet je echt ook hier balanceren, anders gaat die schuin. Die is uiteindelijk zwaarder jongens. Dus hou het niet altijd op deze. Zie het meer als een alternatief. Ik ga het even proberen. Kijk man, gewoon in één keer schieten. Dat is belangrijk, je explosiviteit hier op het moment dat je hem tilt is heel belangrijk. Dat scheelt je al heel wat werk. Omhoog. Juist op. Ro, wat is het kutstuk van deadliften? Het opruimen of niet? Het opruimen is... Oh my god. Ja, het moet, want... Ja, zeker man. En als we niet gaan opruimen, zijn we gewoon bitches man. Waar hebben we het over? We tillen het. Dus we kunnen het net zo goed ook gaan opruimen. Dus gaan we het even opruimen. We gaan dat twee verschillende varianten doen. Omer pakt de losse stang. Dat betekent dat hij ook balans moet houden. Ik ga het even wat makkelijker doen. Op de split machine. Dus ik hoef eigenlijk alleen maar ervoor zorgen dat ik goed omhoog en omlaag ga. Ik doe dat dan met... Ik moet nog hier aan het goed worden. Waarom moet hij helemaal goed? Omer doet het beter dan ik. Dus ik ga het nu hierop. Ik ga het negatief doen. Dat wil zeggen, ik ga explosief omhoog. En ik zak binnen een min van 4 seconden naar beneden, dus je gaat heel traag naar beneden, schiet je weer omhoog.
doe 6 tot 8 keer. Doe 4 sets. Ga met de eerste set. Moet je dat doen? Ja. Je riem nodig gaat zijn. Tuurlijk altijd je riem, man. Ja, de gal. Jongens, hij zakt heel traag. En dan explosief omhoog. Op. Zo voel je hem beter, dan hoef je niet eens te heavy te gaan. Dus... Voel ik wel op? Ja, hè? Yes. Nu gaan we weer traag omhoog. Dat is 2. Kom op, jongen. Kracht zakken, heb je constant spanning op je dijbeen. En dan moet je weer die kracht hebben om explosief omhoog te komen, dan maakt het hem even extra heavy. Dus eigenlijk in principe kan je deze oefening uitvoeren, maar op lage gewichten. Ja, je hoeft niet, ik kan ook maar 20 erop. Dat is vrij weinig. Maar dat je dus heel traag zakt, voelt het alsof het 66 kilo is. Ja. Door die spanning die je constant had. Ja, dat is mijn been. Cool. Waar hij zijn focus op moet leggen is dat hij goed zakt. Dat zijn balans had. Oké, hij heeft 10 gepakt. Dat is prima. Weet je wat ook het leuke is van een sportschool? Mooie vrouw. Toch nog? Ja, ik mag alleen maar kijken, maar niet aankomen, want ik heb alle vrouw. Ja. Ik ben naar achter gaan, als ik 6 heb gehaald, heb ik een minimaal gehaald. Twee. Drie, kom op. Vier. Vijf. Zes. Nog twee, kom op. Eén. Ah. Ik probeer toch nog iets dieper te zakken. Mijn hand heeft vaak kont op de grond. Maar misschien dat ik lange benen heb. Misschien wat lastiger. Maar je moet in ieder geval voor zorgen dat deze hoek minimaal 45 graden is op het moment dat je zakt. Dan weet je dus goed dat je dit in ieder geval goed doet. Weet je wat het leuke is van ons tweeën? We vallen best wel op, man. Weet je, we hebben beide andere bestuur en een soort van mokro en Suriname samen. Vet! Zie je die vaak? Ja, laatst 2018 zie je dan nog steeds te weinig. Gewoon een goede mix van culturen. Ga om met wie je wil, man. Oké, set nummer 2. Eén, twee, uitblazen, in, uit, in, uit. Op het moment van kracht zetten, uitblazen. Je rustmoment, inadem. Benen trillen was het gek, hoor. Heb je een pomp, jongen? Ja, goed, man, maar voor hier pompen. Ja, hè? Ga ervoor, jongen, kom op. Eén. Twee. Drie. Vier, kom op. Vijf. Zes. Zeven. Nog eentje wil ik er zien, kom op. Goed zo. Lekker, man. Oké, ga op set nummer 3.
5, 4, 5, kom op, nog minimaal 1, baby minimum, 6, 7, nog 1, ja, 9. Ja. 30-30, hè? Ja. Oké, okay, laatste set, kom op. Stuk, hè? 40-40. Niets bijzonders hoor, daar niet van. Ja, ik ga weer een moeite uitvoeren. Ik heb een beetje motivatie van net. Oké, okay, minimaal 6. Tot 8. En dat kan je uitvoeren. 6 explosief omhoog gaan. Moet lukken. Ja. Eén, door. 2, doorgaan. 3, minimaal 6, erbij door. 4, liever 6 goede, dan 8 minder. 5, 6. 7. Oké, dan. 60. Dus we hebben hier 10 tot 12. Daar 10 tot 12. Dan gaat de volgende. Ook gewoon negatief. Nee, nee.
We zijn zowat een kwartiertje geleden zijn we net klaar met trainen. We hebben vandaag alleen maar benen gepakt. En ja, we dachten ervan om even een eindfilmpje te maken over hoe we het vonden en wie wij natuurlijk zijn. En waarom wij zo trainen en wat onze doelen zijn. Nou, ben je het ermee eens dat wij, zal ik het zeggen, ben je het ermee eens dat wij anders trainen dan normaal? Ja, wouden we in het verleden dus één spiergroep per dag pakken en 5 keer in de week gingen trainen. Standaard is dat nu vermeerderd naar 4. Eigenlijk zoals het ernaar uitziet, maandag bovenlichaam. Dus dan pak je echt je borst, schouders, biceps, triceps. En sluiten we af met buik. Nee, dinsdag is het echt benendag. Dus vandaag dus. Of ja, vandaag. Dus vandaag woensdag, maar normaliter trainen we woensdag niet. Maar op dinsdag is eigenlijk een benendag. Wat we vandaag hebben gedaan. Dan woensdag is dan de gelegenheid om je spieren te laten rusten. Je kan dan ook bijvoorbeeld zeggen, je gaat dan zwemmen of je gaat wat sprintjes trekken. Dus mag je dus zeg maar naar eigen wens mag je die gewoon invullen. Nou ja, donderdag is dan weer bovenlichaam. Doen we eigenlijk ook weer biceps, triceps, borst en schouders, maar met andere oefeningen. En ook weer met buik afsluiten en vrijdag weer benendag. Ja. En eigenlijk is dan zaterdag, zondag is dan vrij weekend. Dan geef je de gelegenheid om je spieren goed te laten rusten, want de rust is heel belangrijk. En zodat je maandag weer kan knallen, zeg maar. Maar dit manier van trainen heeft ons wel wat droger gemaakt, hè? Ja, we hebben allebei het doel om zowel in vetpercentage te zakken en in spiermassa aan te komen. Dus je gaat eigenlijk droog trainen. Ja. Dus dit is wel een goed schema. In combinatie met je voeding. Je voeding is echt heel belangrijk. Als je voeding slecht is, heeft het geen zin om te trainen. Want dan ga je niks. Ga je geen resultaat boeken. Ja, man. De dingen die belangrijk zijn, is dat je bijvoorbeeld veel groente eet. Vlees, het liefst koolhydraten scheiden met eiwitten. Dus dat je eigenlijk bijvoorbeeld 's ochtends je eiwitten inneemt na trainen, dan wel koolhydraten. En de rest van de dag zijn ongeveer 2-3 maaltijden alleen eiwit. Dus dat betekent dat je rijst, aardappel, zeg maar, zetmeel, dat soort dingen allemaal aan de kant legt. Dus je eet eigenlijk alleen groenten met vlees in verschillende combinaties. Maar dit is meer bedoeld voor jongens die wat meer vetpercentages hebben, hè? Dus eigenlijk is het niet bedoeld voor iedereen. Dus stel je voor, je bent best wel dun en je wilt toch wel aankomen, dan kan je in principe heel veel calorieën eten, toch qua carbs. Ja, dan moet je juist dan heel veel koolhydraten eten. Dus het scheelt gewoon, het hangt vanaf welk doel je hebt. Maar de manier van trainen kunnen ze toch wel gewoon volgen? Absoluut, absoluut. Alleen het enige verschil is de voeding. En ja, je moet gewoon veel eten. Als je wil aankomen, moet je het bulken. Ja. Dus je gaat heel veel gezonde vetten, laat me het zo benoemen, eten. Dus je moet nu niet gaan denken, ik ga iedere dag naar de Febo of de McDonald's om aan te komen. Want dat werkt niet. Je moet al gezonde vetten eten. Er zit bijvoorbeeld in noten, avocado. Ja, dat soort dingen. Bepaalde olie die waarmee je moet koken. Olijfolie of kokosolie of lijnzaadolie. Dus dat zijn allemaal goede dingen om te gebruiken. Maar je moet veel koolhydraten eten als je wil aankomen. Nou ja, die doelstelling hebben wij niet. Wij willen afvallen. Ja. Dus wij beperken de koolhydraatinname en we volgen het eiwitinname. Ja, je moet ook niet afhankelijk zijn van supplementen. Dus jullie moeten niet gaan denken van, als ik bijvoorbeeld een proteïne shake neem of een weight gainer, ik heb dat alleen nodig en daarmee ga ik alleen spieren opbouwen. Nee. Het is puur je voeding. Het is een bijvoeging van je voeding, weet je. Dus als je het nodig hebt, dus stel je voor, je hebt niet genoeg gegeten. Je hebt geen tijd om te gaan koken. Is een eiwitshake of een weight gainer een toevoeging van je voeding? Het is inderdaad, het vervangt niet je voeding. Precies. Het is inderdaad een aanvulling op, op al je gezonde maaltijden. Nou ja, wat ik bijvoorbeeld gebruik is vitamine in de ochtend. En voor trainen, pre-workout. Yep. Na trainen, als ik thuis kom. Eet dan een koolhydraatrijke maaltijd. En op de rest van de dag gebruik ik dan, eet ik dan eiwitrijke maaltijden. Dus daardoor, voordat ik ga slapen, eet ik een kwark of een shake. Drink ik dan. En dat is eigenlijk een beetje alleen maar wat we gebruiken. Voor de rest gaan we niet te veel geld. Er is geen magic pill. De belangrijke dingen zijn goed trainen. Goed eten, en zitten hier, slapen, hè? En veel water drinken. Dedication ook, hè? Water. Je moet
Ja, water sowieso, man. Water moet je minimaal 2 liter per dag. Vul dus als een lege cola fles die je hebt. Zo'n 2 liter fles, die vul je. Begin van de dag, einde van de dag moet je gewoon leeg zijn. Dan weet je gewoon dat je in ieder geval genoeg water inname hebt. Want daardoor ga je ook veel plassen. Van je afvalstoffen die verdwijnen. En ja, je zal je alles kijken. Ook de staat van je huid. En ook hoe je 's ochtends opstaat, dat je veel frisser bent. Nou, even tussendoor. Waarom we eigenlijk zijn begonnen met vloggen / video's maken. We willen sowieso vloggen. We willen sowieso altijd een praatje met jullie doen. We willen altijd wel gewoon laten zien wat we doen. Maar we willen ook met collabs komen. Dus we willen ook gewoon komen met aparte video's. Dus hardcore trainingsvideo's en zo. Maar ons doel is gewoon droger worden en meer massa aanhouden. Ja, en dat is ons doel. Meer atletischer worden, snap je? We zijn al groot. We weten al dat we heel veel tillen, maar... Nu moeten we even wat gaan minderen en toch wel denken aan de uitvoering. En dus minder tillen en die uitvoering beter uitvoeren. Toch? Het doel is eigenlijk ook zeker, wat Oma zegt. En we willen ook andere mensen doen laten bewegen die dat ook nodig zijn om fitter te worden. En het moet wel voor dat soort mensen ook binnen bereik zijn. Kijk, wij zijn ook gewone mensen. En we ondernemen stappen die iedereen kan doen. Dus voor, en ook als je ook naar je boodschappen kijkt, het hoeft niet duur te zijn. Als je heel veel dingen bijvoorbeeld op de markt koopt, verse groenten, dus, je vlees hap met de juiste slagen. Dan ben je denk ik nog minder kwijt dan wat je normaal zou doen. Je kan heel goedkoop eten, man. Je kan heel goedkoop goed eten, laat me zo zeggen. Zeker, man. Weet je, je hoort heel veel mensen zeggen, ja, goedkoop eten is, of goed en gezond eten is duur. Maar als jij gewoon weet waar jij je dingen inkoopt, dan ben je nog minder kwijt dan normaal. En leer zelf koken. Leer zelf koken, inderdaad. Of als je iemand hebt die voor je kookt. Dat is natuurlijk top, maar we willen gewoon hiermee de drempel verlagen voor mensen die ook willen afvallen. En ook gewoon laten zien dat afvallen mogelijk is op een goede, verantwoorde manier. En dat het gewoon binnen bereik is. Je hoeft niet je hele levensstijl helemaal om te gooien, maar het zijn gewoon bepaalde aanpassingen die je moet doen. En als het ons lukt, lukt het iedereen. Zeker. Ja, even tussendoor ook. Ik heb nooit verwacht dat ik überhaupt zou trainen. Ik heb nooit verwacht dat ik zo dedicated was met dit, met fitness. Want ik ben altijd best wel dik geweest, best wel fors. En ik had het eigenlijk helemaal... sporten, ja, boeide me echt niet. Ik vond helemaal niks, het was veel te zwaar. Maar ik ben toch wel door hem benaderd ermee. En we hebben het stukje samen gedaan, weet je. En als je, stel je voor, je wilt zelf ook gaan trainen, maar je hebt er niet zoveel zin in. Zoek een trainingspartner, want dat helpt best wel, toch? Ja. Ik train, als ik alleen moet trainen, dan, want vaak kan Raoul niet. Maar stel, ik moet alleen trainen. Ik kan zeker gewoon alleen trainen. Ik kan gewoon mijn ding gaan doen. Maar het voelt toch wel weer wat anders. Ik mis toch wel diegene die zegt van kom op, ga door. Weet je, je laatste set, je laatste rep. Weet je, het is altijd leuk om samen iets te bereiken. En dat doe ik sowieso nu met hem. Ik train, ik heb met meerdere mensen getraind, maar ik kan niet met iemand anders gaan trainen. Het niveau die ik met hem heb, die stopt. En we willen er samen wat mee maken, toch Ro? Ja, inderdaad. En zoals allemaal aangeeft, kijken we vullen elkaar aan. En ja, hij is 23, ik ben 39. Nou, zo, verschil, zoals je ziet, Omar is ook van Arabische afkomst. Ik ben van Surinaamse afkomst. En toch streven we samen. Gezamenlijk doel die we samen uitvoeren. Dus ik wil alleen maar aangeven van je trainerspartner hoeft niet iemand te zijn die exact op jou lijkt. Nee. Zolang je maar dezelfde focus hebt en dezelfde drive om iets te bereiken, kan je met elkaar samen dat doel bereiken. En dat dan doet kleur of leeftijd of afkomst, doet dat tot dan die voelt daar niks aan. Het is gewoon, je mindset moet op één niveau zijn. En bij ons is dat gewoon zo. We vallen best op ook, hè? Ja, omdat je weinig ziet. Ik zie eigenlijk haast niet iemand sowieso een levensverschil. Dat is al groot. Dat zit echt... Je kon eigenlijk gewoon mijn vader zijn. Ja, theoretisch wel. En ik zie helaas nog steeds, 2018 nog steeds, te weinig dat er mensen van Arabische afkomst mixen met mensen van bijvoorbeeld Surinaamse afkomst. Je ziet het wel, maar nog te weinig vind ik. Dus dit laat gewoon zien dat wel gewoon kan. Ja, sowieso man. Weet je, ik heb vaak gezien dat men altijd soort bij soort hoort. Weet je, Pietje is Nederlands, dus Pietje gaat met alleen maar Nederlanders. Ahmed is een Marokkaan, die gaat alleen maar met Marokkaan. Dat hoeft niet, weet je.
ik ben Arabisch, hij is Surinaams. En dan, so be it. We kunnen gewoon dezelfde dingen doen. Kijk, ik zeg niet dat het zo moet, maar het kan. Weet je? En al helemaal met de leeftijdsverschil, weet je? Hij kan bijvoorbeeld niet zo vaak trainen, omdat hij ook meer verantwoordelijkheden heeft. Maar hij komt wel alsnog met mij trainen. Ik motiveer hem ook. Hij motiveert mij. En dat kan gewoon. Weet je? We kunnen gewoon... kunnen we gewoon meer dan trainen doen. We kunnen samen dingen doen. Kijk, we doen nu dit samen. We kunnen nu gewoon samen vloggen. We hebben een idee. We hebben hier al lange tijd over gesproken. We waren dit al lang aan het doen. Nou, hier, kijk eens. Dit is het begin. En ik vind dat we sowieso een risico moeten nemen. Alles moet beginnen. Alles heeft een begin met een risico. Als het niet werkt, dan niet. Maar ik vind dat het wel een mooie start nodig heeft. En we hebben vandaag alleen onderlichaam gefilmd. We hebben alleen benen getraind. Dus dat pakken we twee keer in de week, zoals Roa zei. Binnenkort gaan we ook een filmpje maken over de bovenlichaam. Die is wat meer pittig. Raoul is zelf wat beter in benen, want hij heeft wat langere benen zoals jullie zien. Ik ben best wel een bitch in benen, want man, het is best wel zwaar. Het is de grootste spiergroep. Dus ik moet zeker nog wat beter erin worden. Want kijk, bijvoorbeeld vandaag, we hebben gedeadlift. Maar ja, ik heb met een hexbar gedeadlift. En normaliter moet je dat officieel met een stang doen. Dat is wat zwaarder. Bovenlichaam komt binnenkort. Dat wordt een gekke sessie. Jullie gaan verbazen. We gaan het combineren hetzelfde manier. Net als die 4 seconden term. Dus negatief trainen. Maar we gaan het combineren met een superset. Dus eerst gewoon die oefening heel rustig uitvoeren. En daarna gelijk naar een andere. Maar gewoon gelijk hardcore. En dat wordt een gekke sessie. En daar gaan jullie zeker blij mee worden. En Raoul, heb je nog wat te zeggen tegen iedereen? Nee, tot de volgende keer. Ja, toch? En, blijf ons volgen. We gaan ons best wel om jullie ook te motiveren. En hopelijk pikken er iets uit waar je wat mee kan. Ja, toch? Hey, iedereen, ciao, veel succes en train ze. En love, man. Het.